Welkom bij Buurttelevisie. In dit programma gaan wij op zoek naar mensen met een bijzonder verhaal. Omdat ze de wereld een beetje beter of mooier willen maken, of omdat wij vinden dat hun verhaal een podium verdient. In deze aflevering ga ik in gesprek met Rob Bos. Hij is oprichter van Ecologisch, een duurzame bouwmarkt en groothandel in Amsterdam-West. Waarom ben jij nou zoiets begonnen, een duurzame bouwmarkt? Een beetje uit balorigheid en baldadigheid. En ik kom uit de filmindustrie en die is door ingrijpen van de overheid volkomen ingestort. Een jaar of 8 geleden. Ik wilde graag nog wat anders doen. Is er voor jou een duidelijk moment geweest, een soort keerpunt in je leven, waarop je dacht, ik ga dit werk doen, maar dan ga ik het over een duurzame ecologische boeg gooien? Ja, 20 jaar geleden hebben we met toneelgroep Amsterdam en toen tijd Boulevard of Broken Dreams de eerste kunstenaarsvrijplaats gestart in Weesp, de Domeinen. En op een goede dag kwam een van de mensen die daar een ruimte gebruikten naar me toe. Die zei, wist jij dat het hout wat jullie gebruiken, dat plaatmateriaal, dat eigenlijk tropisch hardhout is? Wat wil het geval? Triplex, multiplex, wat eigenlijk door elke meubelmaker en elke decorbouwer in de hele wereld gebruikt wordt als een soort materiaal wat niet te duur is en wat je gewoon na gebruik kan weggooien, bleek inderdaad hardhout te zijn. En ik schaamde me diep. Echt heel diep. Ik vind niet dat je dat zo mag doen. En toen is de zoektocht begonnen naar duurzame bouwmaterialen. Heb jij een beeld over een ideale wereld? En zo ja, hoe ziet die er voor jou dan uit? Ideale wereld heb ik wel. Dat is dat eigenlijk iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En niet wacht op allerlei regels, dingen, tips. Maar gewoon zelf eens nadenkt van, God, is dat nou verstandig? Want als je nadenkt, dan weet je dat je beter de verf kan gebruiken die wij verkopen. Dat je een verf verkoopt waar allemaal chemicaliën in zitten. En volgens mij is dat helemaal niks bijzonders. Iedereen weet dat. En wat zou jouw rol dan in die ideale wereld zijn, ideaal gezien? Faciliteren. Ik zie mezelf als een vakman in de duurzame hoek. Niet als idealist. Je bent gewoon een hele slimme ondernemer eigenlijk, Rob. Ja, dat hoop ik. Ja. Maar het is dus niet zo dat dat jouw leven bestaat uit, goh, hoe kunnen we nou toch eens duurzamer leven? Nee, mijn leven bestaat niet uit hoe kunnen we duurzamer leven. Nee. Ik zie mijn functie meer als hoe maak ik voor de mensen die echt duurzaam willen leven, de spullen beschikbaar. Oké. Er zit een beestje in je wenkbrauw. Zal ik hem er even... Oh, weg is die. Heel natuurlijk allemaal dit, hè? De natuur wandelt over je heen. Dat is verschrikkelijk. Even praktisch, hè? Een pot verf in jouw winkel bijvoorbeeld. Kost makkelijk het dubbele, zo niet meer, dan wat je er bij een aanbieding bijvoorbeeld in een gemiddelde andere bouwmarkt voor neerlegt. Ik kan me zo voorstellen dat voor de gemiddelde klant, die moet daar wel even over nadenken voordat hij besluit, nou, we gaan even 10 potten verf aanschaffen voor 5 keer het bedrag. Hoe zie jij dat? Een pot verf, zoals die nu €39,95 kost bij de eerste de beste bouwmarkt, dat is €2 onder de kostprijs om hem te maken. Oké. Dat kan niet. Het is het truitje van H&M. Als je in de professionele lijnen gaat kijken, die zijn allemaal hetzelfde geprijsd. Tussen de 8,80 en de €120 voor een emmer. Als ze dit nog een half jaar volhouden, wordt dit de prijs van verf. En hebben alle goede verfproducenten in Nederland een probleem. Dus eigenlijk zeg je, mijn verf is een normale prijs? Is een hele normale prijs. Denk je dat het mensen iets kan schelen? Ja. Ja, ik denk dat het ons erg makkelijk gemaakt wordt, prijstechnisch. Dat hele erge consumeren. Maar ik denk als je mensen er zeker op aanspreekt, dat het ze zeker kan schelen. Maar het is gewoon lastig. Als jij ergens staat en er is iets voor handen wat je kan pakken voor weinig geld, is dat wel een reflex die iedereen heeft. Ik vind het ook helemaal niet goed om tegen mensen te zeggen van je en dat vingertje en dat gedoe. Nee, je biedt iemand de kans, maar geef en leer mensen zelf te beslissen.
Zijn er meer duurzame bouwmarkten in Nederland? We hebben twee collega's die doen duurzame bouwmaterialen, die leveren ze aan de aannemer. Maar zo'n winkel als wij hebben, die bestaat niet. Dat is best gek, toch? Nou, niet zo. Het gaat natuurlijk met elke winkel slecht op het moment. En met die van ons gaat het niet veel beter. Nee, maar het is gewoon heel erg moeilijk. Maar als ik een wens uit zou mogen spreken, dan zou ik graag nog eentje in Rotterdam. Eentje in Eindhoven. Eentje in Antwerpen. En eentje in Keulen. En dan ben ik helemaal gelukkig.